supporters van Lille zijn boos, ontevreden, omdat spelers eigenlijk al in hun hoofd met vakantie bezig zouden zijn. Met hun hoofd op het strand. Dus op de tribune als protest zaten allemaal supporters met strandhoedjes. Ze waren aan het volleyballen. Sommigen lagen serieus in zwembroek, zeg maar, over de trappen heen. Dat je allemaal ook een volleybal hebt meegekregen, gewoon het stadion in. Pommichel, ze nemen gewoon letterlijk gewoon illegaal vuurwerk mee, zo groot als een kanon. Ja. Maak jij je zorgen om een volleyballetje? Die mortier, nee, loop maar door. Ja. Volleybal, weg. Het is wel misschien een tip voor mensen die dus vuurwerk het stadion in willen meenemen. Doe het in zwembroek. Ja, doe het in je volleybal. Ja. Nee, juist niet. Doe je volleybal en je vuurwerk.